Dag reviewvrienden aan de andere kant van de computer. Zoals nergens op. Maar wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we eens even kijken. Ketchup. Gek op ketchup. Het punt van sauzen is dat sauzen heel persoonlijk zijn. Sauzen, daar heb je je eigen merk voor. Ik heb bijvoorbeeld bij curry maar één merk wat ik eet. En dat is Hella curry. En sommige mensen zweren weer met andere curry's. Ketchup is voor mij maar één merk. Die staat er toevallig bij. En ik heb er toevallig mijn kindertje op liggen. Ketchup is Heinz. Heinz ketchup. Alles wat daarbij wordt gemaakt, ja, is het niet. Maar goed, ik koop het ook niet. Dus ik proef het eigenlijk ook niet. Dus misschien moet ik het gewoon eens proeven. En waarom doe ik dat niet in Jan's Reviews? Want daarvoor is het bedoeld. Mooi toch? We hebben hier, nou gewoon de Albert Heijn tomatenketchup. De original taste. Vol zongerijpte tomaten. Zeggen ze zelf, hartstikke mooi. Dan hebben we natuurlijk Remia. Die heeft ook tomatenketchup. Vol van smaak. Ja, en dan hebben we natuurlijk Heinz ketchup. En dat, ja, dat is eigenlijk nu al de winnaar. Omdat ik vind dat dat gewoon de winnaar is. 148 gram per 100 gram tomatenketchup, tomaten. En hoeveel tomaten zit hierin? 140 gram verse tomaten op 100 gram. Dus even wachten. Hier zit maar iets meer tomaat in dan in die van de Remia. En in die van de Albert Heijn zit gewoon 66% tomatenpuree ingezodemieterd. Dat is ook niet zo gek, want deze kost geen ene moer. Volgens mij kost deze, en dat is nogal een flinke fles, zullen we maar zeggen, iets van 60, 70 cent. Dan houdt het wel op. Die van Remia is iets duurder, maar niet heel veel duurder. En die van Heinz is veel duurder. Komt dat door de kwaliteit? Dat weet ik niet. Maar het komt in ieder geval door het merk. Want iedereen kent deze en deze zal wel het meest verkocht zijn. En dan zeggen ze bij zo'n merk, ja, maar wij zijn de toppers. Dus er mag wel een kwartje bij. Nu heb ik inderdaad een hele grote bakkers, want tomaatketchup is Heinz tomaatketchup. Ik heb die andere nog nooit geproefd. Dus misschien betaal ik al mijn hele leven te veel voor een saus wat minder lekker is. Dus laten we gaan proeven. Is het dan flauw om te beginnen bij de Heinz? Of is het juist flauw om te beginnen bij de allergoedkoopste? Ik zit een beetje in dubio. Maar goed, ik begin wel bij de allergoedkoopste. Hebben we dat gehad tenminste. God. Even het cellofaantje eraf halen. Nou. Het ziet eruit als ketchup. Die van de Remia ziet er ook uit als ketchup. En het is niet te geloven, maar die van de Heinz ziet er ook uit als ketchup. Dat het eruit ziet als ketchup, dat hadden we heus ook allemaal wel verwacht. Maar de vraag is natuurlijk, hoe smaakt het? Nou, wat mij opvalt is dat de tomatenketchup van de Albert Heijn lichter rood is dan die van de Remia en de Heinz. Maar goed, ik ga wel bij de goedkoopste beginnen. Dan gaan we gewoon eens eventjes in het vingertje dopen. Ketchup is een van de belangrijkste sausen in de hele wereld. Ik zou zeggen mayonaise, maar dat schijnt helemaal niet overal zo te zijn. Dus ketchup wordt het meest gebikt overal. En ik proef nu die van de Albert Heijn. En die is ja, helemaal niet zo vies. Die van Albert Heijn is helemaal niet vies. Wat mis ik? Ik mis eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik moet eerlijk zeggen. Hij is beter dan verwacht. Ja, het is geen Heinz. Maar ja. Als je altijd Heinz eet en daarna eet je dit, ja, dan is dit anders. Maar het is niet goor. Of het proeft ook niet dat je denkt van, wat een goedkope meuk zeg. Dat hoef ik echt niet op mijn broodje of wat dan ook. Onverwacht. Remia. Ja, ik ben een beetje de tomaat kwijt hier. Ik proef heel erg de azijn. Ik proef kruiden. Ik proef heel weinig tomaat. Het is toch echt tomatenketchup? Ja, het staat erop. Die bij Appie is
Ondanks dat hier dus gewoon tomatenpuree ingepleurd is. En hier doen ze net alsof er, ik weet niet hoeveel heerlijke zongerijpte tomaatjes in zitten. Smaakt veel meer naar tomaat dan die. Nou, hoe zit het met Heinz? Het is raar, maar waar. Ik proef eigenlijk helemaal geen verschil met deze tomatenketchup van Albert Heijn. Dat is toch niet normaal? Ben ik nou gek? Oh jawel. De ketchup van Heinz is een stuk zuurder dan die van de Albert Heijn. Even kijken. Het grappige is, die van Albert Heijn zit 15 gram suiker per 100 milliliter in. Die van Heinz zit 22,8 gram suikers per 100 gram in. Dat betekent dat die van Albert, van Heinz bestaat uit een kwart aan suiker. En maar 15 gram per 100 gram, nou is daar nog steeds wel heel veel, van die van Albert Heijn. Dat is toch ongelooflijk? Ik vond het een moeilijke, maar ook zo belangrijke review. Want saus doet er toe in deze wereld. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als je vieze saus krijgt bij je patat, ben je toch helemaal klaar? Of vieze saus op je hotdog of hamburger. Dan is het niet meer leuk. Alleen, ik had serieus verwacht dat Heinz er met kop en schouders bovenuit zou stijgen. En dat is niet helemaal het geval. Vreemd. Tijd voor de cijfertjes. En dat wordt vreemd. Want de allergoedkoopste gaat het niet verliezen. De verliezer is de Remia. De Remia smaakt eigenlijk naar niks. Ja, een beetje naar azijn, naar suiker, naar andere specerijen. Maar met tomaat heeft het geen ene moer te maken. Dus die van Remia, die krijgt van mij een 5. Die daarop volgend is de tomatenketchup van de Albert de Gino. Die krijgt van mij een 7. Want ondanks dat het geen ene reet kost, is hij heel erg smakelijk. En smaakt hij naar tomaten. En waar ze hier roepen van, ja, we hebben hele prachtige zongerijpte tomaatjes erin gedaan. Biologisch geteeld en met de tenen geplukt. Zeggen zij gewoon, ja hallo, we hebben er gewoon 66% tomaatpuree in gesodemieterd. Maar wat wil je voor dat geld? Maar lekker is het wel. En de winnaar blijft gewoon Heinz ketchup, omdat het mijn merk is. Dus die krijgt gewoon een 8. Stuk zuurder dan die van Albert Heijn. Zit helemaal bunker vol met suiker. Had ik niet verwacht dat er zoveel in zat. Dus het is nog ongezond ook. Maar ik vind het nog steeds de lekkerste. Dus een 8 voor Heinz. Mooi! Dan gaan we eens even lekker een weekendje vieren. Toedeloe!